Leeuwenburg is een blokvormig landhuis met een bouwhuis. Beide in 1657 gebouwd voor Gerard van Zoudenballag. Het bouwhuis omvat een koetshuis in gebruik als garage, een woonhuis en een oranjerie. Het landhuis kreeg oorspronkelijk de naam van de eerste eigenaar, Zoudenballag. In 1667 noemde nieuwe eigenaar Melchior Toussaint het huis Leeuwenburg. Jonkheer Pieter de Beaufort voerde na aankoop in 1859 een grote verbouwing door waarbij twee vleugels werden toegevoegd. Tot op heden is het landgoed Leeuwenburg in bezit van de familie de Beaufort. De zeszijdige duiventoren stamt uit 1880. In een van de houten wanden zijn twee half rond afgesloten luiken boven elkaar geplaatst, voorzien van een pilasteromlijsting. Naast het bovenste luik zijn vlieggaten uitgezaagd. In de vijf andere wanden zijn kleine ruitvormige vensters geplaatst. Deze vensters zijn door kruisende roeden in vieren verdeeld. Recht tegenover Leeuwenburg, aan de andere kant van de Langbroeker Wetering ligt Molenstein. Dat huis heeft iets weg van een kerk. En dat is geen toeval. Het pand is een voormalige douairière-woning uit de 17e eeuw. Het huis werd in de 17e eeuw onder meer gebruikt als schuilkerk, vandaar. In 1821 kwam het in bezit van A.J. de Beaufort. In het derde kwart van de 19e eeuw, tussen 1854 en 1869, kreeg Molenstein haar huidige uitmonstering en ging vanaf dat moment als folie en point de vue dienen voor het tegenovergelegen Leeuwenburg. Thans is het in gebruik als opslagruimte